De titel van mijn boek, Wat de Koran Echt Zegt, is eigenlijk een knipoog naar het islamdebat vandaag, waarbij iedereen roept, de Koran zegt dat, tot je het boek openslaat en de Koran het wel zegt, maar ook niet zegt. Er zijn nog andere leesmoeilijkheden, taalgebruik, historische afstand, auteur, structuur, thema's. Dat is allemaal lastig voor de lezer van vandaag. En ik breng daarom een eerste hulp bij Koran lezen. Bij de korte voorstelling hier wil ik er iets uitpikken dat inspeelt op Eddy's boek om die barrage te illustreren. Eddy geeft een chronologisch overzicht van het leven van Mohammed en dan krijg je een coherent, historisch aandoend verhaal. De Koran daarentegen brengt louter korte argumenten, herinneringen, oproepen, lessen die de toehoorders moeten overwegen en doe dat alluderend, zonder al die namen en intriges uit Eddy's boek. We hebben dus een tekst, maar we hebben geen context. Zelfs de naam Mohammed komt er maar 4 keer in voor en dan nog is dat de historische Mohammed. De Koran bestaat uit een gesprek tussen een ik en een naamloze jij, die soms profeet of gezant wordt genoemd. Ik zou het vergelijken met een polyfonie, waarbij voortdurend stemmen te horen zijn, namelijk ik, wij, hij, jullie, zij, en die telkens iets zeggen of scanderen en dat alles wordt theatraal gebracht. Nu weten we vrij zeker dat begin 8e eeuw de Koran was neergeschreven, maar het interpretatiekader, dus de tradities en biografieën van de profeet, dateren in een geschreven vorm van 2 eeuwen later. En daarom wil ik als denkoefening niet vertrekken vanuit de teksten die de latere islam rond de Koran geconstrueerd heeft, dat is eigenlijk de paratekst, maar het interesseert mij wel om de Korantekst uit zichzelf te laten spreken als tekst. En dan merk je aanhoudend andere verwijzingen, namelijk naar religieuze literatuur uit de late oudheid. En dat laatste is de intertekst. En op die manier zie ik de Koran als een brug tussen religieuze tradities van de late oudheid en de latere islam. Eddy voert in zijn boek een pleidooi voor een islam zonder Mohammed. Koranonderzoek vandaag denkt aan een Koran zonder Mohammed. Dat betekent niet dat een Mohammed geen historisch figuur is of de Koran niet gedreven is door een spirituele ervaring, maar wel blijkt dat die profetische en liturgische tekst niet in een cultureel vacuüm viel, zoals de regen in de woestijn. Het valt op dat die stemmen in de Koran toehoorders hebben en dat die daarmee polemieken voert. En de islam begrijpt die tegenstanders als de polytheïsten uit Mekka, maar veeleer blijkt uit de tekst dat het insiders zijn, monotheïsten, bij wie de Koran de puntjes op de i wil zetten. En meer specifiek zijn dat Manicheërs, Arianen, Montanisten, Zoroasters en uiteraard ook Joodse en christelijke groepen. Het Arabische Schiereiland van de late oudheid beschikte over een breed netwerk van kluizenaars, liturgieën, kloosters, zeg maar een sfeer waar religieuze ideeën op elkaar reageerden. En de geboorte van de Koran maakt deel uit van dat landschap, waar het bijvoorbeeld normaal was om in apocryfe literatuur te citeren. Ik geef 2 voorbeelden. In de aankondiging van Jezus' geboorte zegt de Koran dat hij blindgeborene en melaatse zal genezen, en dat is een leidmotief in het Nieuwe Testament. Maar ook verrassend dat Jezus een vogeltje uit klei zal maken en dat je ook zal weten wat er in je voorraadkast ligt. En die passage vinden we dan terug in het kindheidsevangelie van Thomas. Dat is een post-Bijbels document. Een ander voorbeeld is het hoofdstuk over Jozef in Egypte. Volgens de biografen kende de Courage die Sura niet. Dat Mohammed hem kon citeren was net een bewijs van zijn profeetschap. Maar wie die Sura voor de eerste keer leest, merkt sprongen van de hak op de tak. En de lezer moet het Joodse verhaal al kennen om te kunnen volgen. Koranteksten brengen dus geen verhalen, maar willen het erfgoed op een niet vertrouwde manier evoceren, waarbij de spreker rekening houdt met die postbijbelse tradities. Het weglaten van die verzen is in poëzie geen manco, maar een techniek om te alluderen, om te imponeren met variaties, andere metaforen te gebruiken, om dus via een verschil aan esthetiek en verwondering te werken. En ik beschouw dus de Koran als een aanhoudend gesprek met andere tradities. Hij engageert zich, hij herinnert, hij wijzigt, hij merkt dat een groep zich wil emanciperen
en daarom de anderen als een retorisch middel naar voren schuift, waarbij de tekst de verschillen uitvergroot. Er zijn conflicten. En daarbij wordt de tegenstander vooral gedefinieerd vanuit zijn geloof en daden en niet vanuit zijn stam of volk. Een ander punt dat ik in mijn boek ontwikkel handelt over de evidente vraag die luidt: wat staat er nu eigenlijk in de Koran? Ik ga erop in, maar besluit ook dat die vraag typisch westers is. Het is ons geleerd om een tekst te begrijpen, dat is rationeel te grijpen. We interesseren ons cognitief voor een boek, dus voor ethische kwesties of voor politiek. Maar dat is een vernauwing van de manier hoe een gelovige zijn boek beleeft. Sacraliteit is meer dan louter wetten of waarden. Het is ook klank. Koran reciteren als klank heeft een waarde op zich. Men gelooft dat de cadans van de woorden, het klagen van de klinkers, deel uitmaakt van de openbaring. En je kan daarom het Koranlezen ook beschouwen als een zintuigelijke ervaring van kunst, als een irrationeel verlossend inzicht. Ik hoor moslims wel eens zeggen: het is een mooie tekst, dus is het waar, zonder daar verder een intellectuele betekenis aan toe te schrijven. En daarom zullen gelovigen die schoonheid uitdrukken door de stem op een bijzondere manier te gebruiken. Het woord Koran gaat trouwens terug op het Aramees en verwijst naar de voordracht in liturgische gemeenschappen toen die aan lectio deden. Dat wil zeggen heilige teksten hardop, publiek, indringend opzeggen, waarbij de lezer eerbiedig luistert of meespreekt. Het is een fenomeen dat nog gebeurt bij monniken, maar ook bij joden. Reciteren in het Arabisch is dus een spirituele keuze. Wie hardop leest, blaast de letters leven in. De vorm is dus ook de inhoud. En door een vreemde taal te gebruiken, want dat is het Koran-Arabisch voor de meeste mensen, ervaar je ook alteriteit. Met dat aanvoelen van heiligheid komt er ook een dogma overeen dat bij elke gelovige leeft, namelijk dat de Koran een uniek meesterwerk is. Onvergelijkbaar, niet te imiteren, dat in geen enkele andere taal kan worden vertaald. Men begrijpt de tekst als een taalkundig mirakel. Het echte godsbewijs in de islam is de taal van de Koran, waarbij Mohammed bewijst dat hij een echte profeet is. Dat dogma heeft drie belangrijke gevolgen. Ten eerste, het legitimeert een ideologische trots bij gelovigen van het Arabische Schiereiland, laat ons zeggen de Saoedi's. Ten tweede voedt dat het idee dat de Koran de meest perfecte tekst is, waardoor alles erin staat. Dus ook natuurwetenschappelijke fenomenen zoals de microscopie van het embryo of kernfysica of AIDS. En tenslotte gelooft men hierdoor dat de woorden in de Koran letterlijk de woorden van God zijn die van in alle eeuwigheid aan bestonden. Daarom zijn ze niet te relativeren als menselijke inspiratie en is er in de loop van de geschiedenis schroom ontstaan om vrijuit over Koranverzen te reflecteren. De nadruk ligt meer op het verder denken over de interpretaties dan over het nadenken van de brontekst zelf, de Koran. En zo komen we terecht in de actualiteit, namelijk het debat over de verlichte islam. Ik denk vanuit een theoretische positie is hier overal werk geleverd, maar die liberale moslims zijn er nog niet in geslaagd om volksbewegingen achter zich te krijgen. Ik heb nog 2 minuten. Ik illustreer kort een principe uit die liberale theologie dat past bij de boekenbeurs. Iedereen hier heeft wel eens een boek gelezen. En dan weet je dat er bij het lezen iets gebeurt met jezelf. Je gaat een relatie aan waarbij het boek verschijnt als een persoon. Ik zou zeggen, tekst opent het vlees en brengt een transcendentie binnen. En er ontstaat zo een waarheidsmoment tussen lezer en boek dat uniek is. Dat tekstverstaan loopt op een andere manier dan natuurwetenschappelijke kennis, waarbij je dan in een labo in Tokio tot eenzelfde universeel begrip komt als hier in Antwerpen. Ons verstaan maakt deel uit van de menselijke ervaring. En onze ervaring bestaat maar vanuit de taal waarin we denken. En die taal is altijd bepaald door tijd en cultuur. Taal is altijd relatief. Reformisten gaan nu dat idee toepassen op de Koran. Ze gaan benadrukken dat beeldspraak, zoals de beschrijving van het paradijs en de verwoording van de Koran, een cultureel product zijn. Ook klassieke commentaren zijn kinderen van een tijd.
Je kan dus niet achteroverleunen met de uitspraak: alles over de Koran is al onderzocht. Dat is eigenlijk buigen voor een geleerde in plaats van je te onderwerpen aan Allah. Dus religie is productief en Koran lezen als een afgewerkt product is de tekst eigenlijk doden.